Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Biblab. Leuk dat je kijkt. Zoals jullie misschien wel weten, ben ik op zoek naar een sport om mee naar de Olympische Spelen te gaan. Ik moest bijvoorbeeld pingpongen, tafeltennis. Ik moest gewicht heffen. We hebben curling gehad. En ja, nou loopt Jolanda daar weer ergens op zoek naar een boek waar een leuke sport in staat. Waar ik misschien mee kan oefenen om te kijken of dat voor me is. Maar ja, eigenlijk, Nederlanders doen één ding altijd. Weer of geen weer. En dat is fietsen. Wielrennen. Misschien is wielrennen wel wat voor mij. Kan ik daarmee naar de Olympische Spelen? Maar goed, dit petje heb ik daar natuurlijk niet bij nodig. Maar gelukkig hebben we deze nog. En die past perfect. Fiets met me mee. Huppakee. En daar gaat hij. En daar gaat hij. Het is een spannende race. Ja, Jeroen ligt aan kop. Jeroen ligt aan kop. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Fietsen, fietsen, fietsen. Hoi. Nou, we doen het allemaal, ook in de regen, maar ik ben blij dat ik het droog hou. Al begin je hier wel heel erg van te zweten, nu al. Ik begin me ook een beetje te vervelen. Zo, ik zie hier een boek. Igor, de stippelkampioen. Dat is wel fijn als je aan het fietsen bent. Je kunt gewoon een boek lezen. Pak er wat gezelligs bij. Een nootje, een chippy. Daar gaan we. De stippelspelen is de kleinste sportwedstrijd van de wereld. Maar voor gestippelde atleten wel de allerbelangrijkste. Om de 4 maanden worden ze gehouden. En in die tussentijd traint iedereen zo hard en zo vaak als hij kan. Hé, gewicht heffen. Dat hebben we eerder gedaan. Wat hebben we nog meer? Hoogspringen. Misschien is dat nog eentje voor later. Poeh. Nou, volgens mij mogen die zijwieltjes er wel af. En is het nu tijd voor een echte race. Ja, een echte wielrenner die eet natuurlijk van tevoren een lekkere pasta. Maar ik ben bang dat ik ook tijdens de rit heel veel honger krijg. En ja, daar heb ik eigenlijk het Donald Duck kookboek voor gepakt. Want ja, ik moet tijdens de rit gewoon wat nuttigen. Maar dan is het wel belangrijk dat dat dan weer wel in mijn bidon past. In mijn mooie roze bidon. Hey, tomatensoep. Maar tomatensoep kan ik drinken. Moet alleen opletten dat het niet te heet is. Daar hebben we wat. Tomatensoep. Zo, genoeg geoefend. Volgens mij is het tijd voor de Olympische Spelen. Klaar voor de start. De race gaat zometeen beginnen, maar... Zeg, hoe ver is deze race? Hoe lang duurt dit? Oké. Ruim 200 kilometer. Daar heb ik dus echt helemaal geen zin in. Dat duurt me veel te lang. Jullie bekijken het maar. Zet hem op. The first main break was made less than half an hour in. Ja, dat wielrennen, dat slaat toch helemaal nergens op. Waarom heet dat nou zo? Ik bedoel, nu is het pas echt wielrennen. Maar je kunt ook anders rennen met zo'n wiel. Dus even proberen. Tot de volgende keer.